En vaak worden heel mooie dingen gewoon weggegooid of bij het grof vuil geclasseerd. En Vlaamse liedjes hebben gauw, roepen gauw bij een aantal, vaak mediamakers, radiomakers, zo van, goh, als het niet geloofwaardig of het is niet wat zij willen, dan wordt het dan meteen doodgezwegen. En vooral doodgezwegen of gemarginaliseerd. En daar heb ik heel veel problemen mee, ja. Je schrijft nu een boek voor en over het Vlaams lied. Is dat dan een afrekening met VRT? Dat gaan de mensen misschien denken, een afrekening met VRT en misschien in het bijzonder met Radio 2? Dan zou ik dat al veel vroeger gedaan hebben. Ik ben vertrokken in 2000 zeker. Dat is 10 jaar geleden bijna. Dan zou ik meer aandacht hebben gehaald als ik dat in 2001 deed. Het is wel zo dat ik eens duidelijk wou zeggen dat mijn strijdbijl niet is begraven. Dat ik nog altijd pleit voor een radio, voor een ouder publiek of voor een volkser publiek. En daar blijf ik natuurlijk wel echt op hameren. Maar ik vind het gewoon wel de taak van de openbare omroep om alle publieken te bedienen. En dat gebeurt niet. Ik vind niet dat de Vlaamse artiesten op zijn wenken bediend wordt. Of toch niet de artiest die toevallig wat volkser is, toevallig ja, in het kamp Jo Valli zit. Jo Valli en Laura Lien. Integendeel. Ze hebben op een zeker moment gezegd, Laura Lien gaan we even minspelen als extreme hardrock. Dan denk ik, wat is dit voor een bizarre vergelijking. Iemand moet wel eens zijn mond open doen. Het was misschien niet nodig geweest, maar het is jammer genoeg nog wel nodig. Het wordt erger. Ik vind dat het persoonlijk erger geworden is door de jaren heen. Een Vlaamse artiest gaat zo'n boek nooit maken. Een Vlaamse artiest wordt nu al weinig gedraaid, dus hij loopt het risico om helemaal naar een verre planeet verbannen te worden als hij zijn mond open doet. Mensen die voor het VRT-huis werken moeten ook zwijgen, uiteraard. Dus Jimmy Frey die is de rode draad doorheen het boek. Waarom? Omdat hij mijn kindidool is en ik respecteer heel veel dingen uit mijn kindertijd. En het was ook mooi om daar te beginnen bij het kopen van het eerste plaatje van Jimmy Frey uiteraard. Zo mooi, zo blond en zo alleen, klassieker. En dan Jimmy Frey volgen door de jaren heen. Maar ik ben hem ook afvallig in het boek, hè, want in het boek houd ik mij even goed als een fan van Paul Weller en The Smiths en heel andere dingen. Ik ben een muzikale omnivore. Dus het uitsluiten van genres vind ik een vorm van muzikaal racisme.